Yo guys, Ledge hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is weer terug Minecraft Survival. En zoals jullie waarschijnlijk al aan de titel zagen, is de Black Pearl eindelijk af. Van binnen en van buiten. Nu alleen Paddy was hier in de buurt, want ik heb nog gunpowder nodig van hem. Want we gaan iets opblazen binnenkort. Want ja, vooral gebruik je gunpowder anders. Dus we gaan even vragen hoeveel dat hij wilt voor de gunpowder. Of ik kan ook gewoon vragen of hij even in de call wil komen. Oké, hij is bij zijn vriendin. Dat gaat natuurlijk iets moeilijker. Maar het maakt niet uit. Zo kunnen we ook onderhandelen. Dus ik even vragen hoeveel dat hij wilt voor de gunpowder. Yes. How much dia u want? English 100. Ik denk dat ik met 1 of 2, 3 stuk. Oeh. Soup to soya, inderdaad. Aan 15 dia. Oh. Fucking Hollander. Oké, dat is een beetje erg. 15. Kijk hoeveel dia ik heb. Voor deze hele shulkerbox. Goh ja, langs de andere kant. Het einde van het seizoen is toch nabij. Dus, ja, waarom niet? 15 had hij gezegd, hè. Oké, deze doet wel een beetje pijn. Maar maakt niet uit. Sometimes you gotta do big spend. Ik dacht zelf aan 15 dia. Oké. Okay. Yes. Dus we gaan even de dia overhandigen. Ik weet niet of het te duur is of niet. I don't fucking care. Ik ben toch rijk genoeg. Oké, okay, oké. Okay. Hier is. Oké. Okay. En daar gaan we leuke dingen vinden. Yes. Ik heb een paar leuke ideeën. We kunnen er super veel mee doen. Maar het wordt echt prachtig. Maar goed, zoals jullie zagen aan de titel van deze video, is de Black Pearl eindelijk af. Het heeft eigenlijk echt super lang geduurd voor het schip af. Dus eigenlijk heeft het veel te lang geduurd. Maar ik denk toch wel dat het resultaat is waarvan ik trots op mag zijn. De replay mode is nog niet uit voor 1.15. Maar zo kunnen we er toch ook wel een pretty good view van hebben, vind ik. En ik moet niet klagen. Het is vooral vanaf dit eiland dat er echt wel fucking ziek uitziet. Dat ben ik terug. Look at that. Oeh. Yikes. Ja, niet yikes, gewoon yikes van nice. Maar goed, ik ga dus een tour geven op mijn schip. Oh ja, juist ook. Ik heb heel het eiland weggehaald. Ik heb alle farms weggehaald. Ik had dat gerecord, maar mijn microfoon was niet aan het opnemen. En het was echt om te wenen, want er zijn echt superveel iconische dingen weggehaald. Like... De koeien en chief farm is weggehaald. De bomen farm is weggehaald. De potato en carrot farm is weggehaald. Is Perry dan net dood? Ah, oké, toch niet. Maar dat is eigenlijk super jammer. Dat is super emotioneel. De meest emotionele Minecraft aflevering. Emotioneler dan de Watertempel Massacre video. En dan fuck ik het gewoon op. Hier hebben we het roer. Ja, super mooi is het niet. Maar in mijn ogen kon ik er niet echt iets beter van maken. Het is nog vrij goed gelukt voor een roer. Dan natuurlijk de ja, kajuit, hut dingetje. Hier zijn ook twee kisten wat potions. Hier zitten wel wat tools in die ik zo nodig heb of niet nodig heb. Natuurlijk is er hier een kaart. Mijn schip is hier, dus dan kun je ook wel zien hoeveel ik dat heb discovered. Alleen deze 5 moet ik nog doen, maar dat is superveel werk. En ik doe dat wel eens een andere keer. En natuurlijk, ja, de master bedroom. Hell yeah. De gunpowder gaan we trouwens niet nodig hebben voor kanonnen. Dat gaat voor de finale aflevering zijn. En dat wordt heel episch. Maar hier zitten wel slimes in. Hier zit junk in. En hier zit gewoon glas in. Ja, ik had echt geen plaats meer in mijn kistenroom. Als ik één ding kan zeggen, bouw geen kistenroom in een schip. Want je hebt altijd zo meer en meer plaats nodig. En ja, in een schip gaat dat moeilijk. Maar hier heb ik dus zo al mijn tool. Oh, nice. Ah, volgens mij heb ik ook nog. Ja, dat is dus al het vlees van al de beestjes dat ik heb gedood. Oeps. Ja, dit is mijn kistenroom. Hij is super mooi, maar helaas wel niet zo super praktisch. Dat is wel jammer. Maar voor de rest, denk dat deze mooiste chestroom is dat ik ooit heb gebouwd. Dat vind ik toch. Maar ja, ik moet echt niet klagen. Ik heb hier ook nog de heilige kip. En ja, dit is zijn huisje ofzo. Zoals ik ondertussen al duidelijk heb gezegd, ik ben gewoon content van, het ziet er clean uit, dus ja. Maar, de chestroom gaat hier nog verder, want hier hebben we magma cream. Dit is eigenlijk ook allemaal voor wat potions eigenlijk. Ja, meer nut heeft het niet. Hier natuurlijk karate boys, want ja, karate is nice. En in deze room hebben we een soort van... Ja, hoe moet het zeggen? Een typisch schip dingetje of zo. Met ook allemaal nog kisten waar useless shit in zit. Ja, hier zitten wat end shit in. Ja, ik zeg het, ik
Ik heb zo weinig plaats in mijn kistroom. Je moet gewoon een beetje creatief zijn. Hier is mijn aquarium. Gast, wie heeft er nu een aquarium in een schip? Ja, dat is waar. Dat is niet logisch. Maar het ziet er wel cool uit. Ik had eigenlijk niet gedacht dat dingen... hoe heet het? Ja, ik kan er niet op komen. Dat dat zou passen bij de koraalblokjes. En natuurlijk mijn twee vissen. Ik had hier ook een pufferfish in, maar die is... Ciao. Dan gaan we terug eventjes hier naar de voorkant. Dit moet eigenlijk mijn verblijf voorstellen voor panda's. Maar op het moment zit er nog geen panda in. Alleen maar mijn vogel, want panda's naar hier brengen is even moeite, omdat je die niet aan de lead kunt hangen. Dus ja. Dan, hoehoe, de library. Nu, van de library ben ik iets minder content. Deze hoek ziet er dan bijvoorbeeld wel clean uit. En deze hoek op zich ook nog wel, maar er waren heel wat probleempjes en we hebben toch wel moeten aanpassen. Maar voor de rest, het is nog oké, I guess. Maar ja, oké. Goed, als je dacht dat ik al alle kamers had gezien, gedaan, ja. Dat is niet waar, we hebben nog een kamer. Waar we hier nu lopen, dat is de kelder. Je zult je waarschijnlijk afvragen, van, ja, wat doen die koraalblokjes hier? Wel, dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op de tweede Pirates of the Caribbean film. En in de kelder van de Black Pearl zag het er ook zo uit omdat Jack cursed was. Blablabliebliebliep. Ik kan niet heel die film weer terug opnieuw uitleggen, want het is iets te veel moeite. Maar ik heb hier gevangenen. Dit is Peter. Hier nog wat koraalblokjes. Dit is useless piece of shit. Die kan geen job krijgen, dus die verdient hij gewoon om hier te zijn. En dit is... wat is zijn naam ook alweer? Ik vergeet het altijd. Naam, just. Hoe kan ik dat vergeten? Dat is eigenlijk echt wel erg. En hier heb ik al mijn graven van op mijn eiland. Van alle mijn favoriete beesten die zijn doodgegaan. Dit is de Salwand. Het ziet er Salwand. Ja. Dus Engels en dan Nederlands. Guardians of the Galactic Sea. Meer moet ik er niet aan toevoegen, denk ik. Ja. We gaan hier gewoon terug weg. Maar goed, dit is mijn schip eigenlijk een beetje. Nu, Perry heeft ons uitgenodigd bij zijn creeper farm. En ondertussen wil ik ook wel zeggen dat ik van plan ben om te gaan livestreamen. Dus ja, dat is moeda fucking episch, vind ik toch. Maar ik ben van plan om op de Minecraft server te livestreamen. Oh jongens, toch. Dat is ook wel een nadeel, er spannen hier al redelijk wat beestjes. Dat is ook lastig. Boom. Dan kan ik trouwens even die bones wegleggen, dan ben ik daar ook vanaf. Ik had ook een super sick zwaard gemaakt, beastie killer, voor mijn beestjes. Ik zeg zo mijn beestjes, maar ik heb ze wel allemaal afgeslacht. Nice. Ja, het klinkt ook een beetje bruut. En dit is een zwaard dat Aaron voor mij heeft gemaakt. Dat is ook wel episch. Hier zit in mijn ender chest nog wat stuff in. Deze Mudafuka heb ik nodig. Oké, dat is mijn mislukte fortune pickaxe. Die ga ik ook eens weggeven. End of the season. Wat ben ik daar nog mee? Mijn fortune 2 uit het Fakido. Maar ik heb een mendingboekje. En met een mendingboekje kan ik mijn trident fixen. En dat wil ik eigenlijk wel eens doen. En Unbreaking 3, dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. Dus ik heb hier mijn kanon. En ik ga deze enchantment er afsmijten. Oef. Big oef. Wat we dan gaan doen... Just, ik heb nog een loyalty 3 ding nodig. Dus dat ga ik even halen. Ik heb daar een AFK fish farm samen met Sidekick. En we hebben echt heel veel loyalty 3 boekjes. Ik weet niet, welke boekje zorgt er ook alweer voor dat je zo kunt donderen, zeg maar. Waarom doe ik zo? I don't know. Dat was het. Channeling, dat had ik nodig. Dus normaal gezien moet dat hier wel ergens in zitten. Dat hoop ik toch. Anders, ja, c'est la vie, I guess. Ik ben niet zeker, maar volgens mij had ik een channeling villager. Dus daar ga ik wel eens even achter zien. Maar ik weet niet waar mijn villagers zijn. Laat staan dat ze nog leven. Nou, waar zijn die zelfs? Simon was hier iets aan het proberen en ik heb geen flauw idee wat hij allemaal aan het doen is. Oké, er leven nog 2 mensen. Ah, perfect. Ik heb wel... Nee, blijf hier. Oké, ik heb 12 emeralds nodig. Heb ik die? Nee. Dus laten we hopen dat ik een channeling boekje heb gevangen. Maar ik vrees ervoor. Yes, ik heb een channeling boekje. Mooi. We gaan daarom even naar mijn gold farm. Echt ja. Eigenlijk was daar ook een nether portal. Maar ja, kijk, kom. Maakt niet zoveel uit. Boom.
Het was toch mooi geland trouwens. Dan de lift waarvoor je heel veel geduld nodig hebt. heel veel. Oké, boom. Ik ben er geraakt. Hier ligt XP. Een magma crime. Crime. Nice. Crime. We gaan eens naar boven. Oké, mooi. En gaan we eindelijk onze trident repareren. Oh, dat doen we bijna perfect. Oh, zeg. Oké, ik hoop ik dat nog haal, want ik heb geen rocket meer. Perfect! Ik heb wel mijn rocket bij, als het goed is. Yep, hier zitten ze in. Nee. Oké, mooi. Voilà. Goed. Kan deze man nog tot level 30 trouwens, want... Oké. Goed. Laten we beginnen met loyalty 3. Oké. Dan gooien we er een breaking op. Dan gooien we channeling erop. Het begint al veel te kosten. Oké, ik had eigenlijk het helemaal niet nodig. Ah, we moeten nog repareren, tuurlijk. En dan trident. En dan moeten we nog een leuke naam verzinnen. Die gaan we gewoon Aqua King noemen. Yes. En nu gaan we hem herstellen. En dat gaat heel gemakkelijk. Boom. Met Flame. Nee, wacht. Met Revenge of the Trident. Ja, echt een kutnaam. Ik weet het. Oké. En dan zal onze Trident hersteld worden. In haar voorgaande glorie. Hopelijk. En. Warm. Oké. Ik denk dat dat eerst mijn wings heeft hersteld. Oké, voor heeft mijn wings dat hersteld, maar niet mijn trident. You weren't supposed to do that. Oké, en nu? Oké, nu werkt het wel. Nice. Oké, let's try it again. O Trident, Aqua King, ga terug in je voorgaande glorie. Ja, ik ben echt slecht van die speeches, maar je snapt wat ik bedoel. Het was episch bedoeld. Oké. Maar, oké, wacht, we gaan kijken of het werkt. Stop daarmee. Voor de reden wil ik mijn Trident niet herstellen. Er staat toch mending op? Doe me! Ha! Eindelijk! Waarom de fuck dat zo lang duurt, dat weet ik ook niet, maar we gaan eens kijken of het werkt. Oké. Okay. Ik denk dat deze toch wel de ultieme trident is. Like, vraag me af als ik naar beneden zou gooien, zou het terugkomen of niet? Holy fuck. Ik had eigenlijk even dikke stress om eerlijk te zijn. Allee, tot strak, hè. Wow. Yo, dat is fucking cool. Sorry, de man. Poep. Wat, die heeft overleefd. Hoezo? Oké, nu zijn we wel dood. Cool en Zorro? Nee. Maar boys, ik hoop deze video wel een beetje leuk vonden. Hopelijk zie ik jullie terug bij een livestream. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw rampje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao.